Leuk dat jullie allemaal kijken naar deze nieuwe video. Ik heb echt een ontzettend gaaf nieuwtje. Namelijk dat ik een nieuw paard heb. Mijn allereerste paard. Het is een feit. En ik ben echt super, super, super blij. En in deze video ga ik jullie meenemen met het ophalen van mijn nieuwe paard. Maar ik ben nu eerst nog met mijn moeder onderweg naar Friesland. Want het paard dat we hebben gekocht is dus nog onbeleerd en nog hartstikke jong. Namelijk 2,5. En dat betekent dus dat ik er nog niet op mag rijden. Dat hij dus ook nog niet beleerd is. En dat we haar dus nog even een paar maanden in de opfok gaan zetten. En we hadden ook natuurlijk voor kunnen kiezen dat ze bij ons op stal kwam. Dan moest er wel even snel een noodstal bij gebouwd worden. Maar mama en ik vonden het toch wel heel fijn voor het paard dat ze gewoon nog lekker in de opvang kan staan. Dat ze daar lekker kan socialiseren, vriendjes kan maken. En dat ze echt gewoon ja, goed kan groeien en ontwikkelen. En dat vinden wij voor nu gewoon het belangrijkste. En de opvang is dus een half uurtje na een drie kwartier van ons huis vandaan. En we vinden het wel fijn dat we alvast even hebben gezien waar ze dan straks komt te staan. Want we hebben er nog niet opgehaald. Maar dat gaan we dus over 2 dagen doen. Op donderdag dus. En het is nu dinsdagavond. En het geeft voor ons in ieder geval wel een beetje een goed gevoel. Dat we even op de stal zijn geweest waar ze straks komt te staan. Zodat als we er dan donderdag gaan ophalen en daarheen gaan brengen. Dat we in ieder geval weten hoe het eruit ziet. Dus dat is nu het plan. Ik heb echt ontzettend veel zin in dit nieuwe avontuur. Ja, ik kan het nog niet helemaal beseffen. Maar het is wel echt super gaaf. En ja, wij zijn gewoon super blij. Echt heel cool dat ik nu mijn allereerste paard heb. Echt heel blij mee. Dus nu op naar Friesland. En dan gaan we van de week gaan we mijn nieuwe paard ophalen. Later in de video, als we er echt gaan ophalen, dan ga ik jullie alles vertellen over hoe ze heet, hoe ze eruit ziet. Dus voor nu is dat nog even afwachten dus. Hoi, ik ben Jorne en samen met mijn ponies Poppa en Londa beleef ik de leukste dingen. Beleef jullie onze avonturen gezellig mee? Wat ik dus al net al zei, is dus dat mijn nieuwe paard niet naar huis komt. 1, omdat we natuurlijk te weinig stallen hebben. En 2, omdat ik het gewoon heel belangrijk vind voor de ontwikkeling en voor de groei van het paard. Dat ze gewoon lekker in een groep komt te staan. En ja, dat ze ook echt gewoon paardjes onderheen hebben. En bij ons op stal is dat natuurlijk niet echt. Maar we zijn dus net aangekomen. En kijk, hier achter mij zien jullie dus het weiland. Het is niet alleen een weiland. Daar is ook nog een schuur en zo. Het is dus in Friesland. En donderdag als we er dus op gaan halen, dan gaat ze dus hier naartoe. En dan gaat ze totdat het echt slecht weer is. Dus dat het de hele nacht regent. Dan blijft ze hier staan. Maar zodra het echt heel slecht weer wordt, dan gaan ze naar binnen. En dan gaan ze overdag lekker in de paddock. En kijk, daar achter mij, daar zo zien jullie al een paar paarden. Dat zijn ook allemaal jonge paarden. Ze zijn allemaal ongeveer 2 jaar. Sommige wat ouder, sommige iets jonger. Maar ze zijn allemaal ongeveer rond dezelfde leeftijd. En ja, die blijven hier dus ook. Sommige gaan van de winter wel weer weg. En een paar blijven dus. Dus hier komt straks mijn nieuwe paardje bij te staan. Echt super leuk. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaat vinden. En ik zal nu ook nog even de stal laten zien. Dat is natuurlijk binnen. En de hele zomer staan ze hier dus overdag en 's nachts. En mijn joppers zijn lek. En het is hier super nat. Dus ik heb al natte sokken. Maar dat is het allemaal waard. ik ga nu even naar binnen toe. En dan zal ik jullie even de stal laten zien. En dat is dus de stal waar de paardjes dus van de winter lekker overnachten. En dan overdag staan ze hier in deze paddock. En van de winter staan hier waarschijnlijk maar 4 paardjes. Dus niet dat jullie denken, zo wat een kleine paddock. Maar dat is echt ruim genoeg voor 4, 5 paarden. Dit is dus de binnenstal. En dan komen ze hier ook gewoon samen met die andere paarden hier te staan. Het is echt super fijn. Hier van die luikjes kunnen ze hier lekker van eten. Nou, er ligt nu natuurlijk nog geen eten, maar dan komt daar eten te liggen. En dan is dit dus de lekkere grote ruimte. Hier kunnen ze alles doen. Lekker slapen, lekker rollen, alles. Lekker spelen met elkaar. En dan komt er straks ook nog allemaal stro lekker overheen. En dan als onderlaag zand. Echt super fijn. En daaronder liggen ook nog rubberen matten. Dus dat is eigenlijk de stal. En dan is daar nog een poetsplekje en zo. Maar daar hoeven wij natuurlijk geen gebruik van te maken. Dus dit is de stal waar ze dan lekker van de winter gaat overnachten. Vandaag is dan eindelijk de dag. Hier hebben we natuurlijk een paar dagen geleden kunnen zien dat we bij de opvok gingen kijken. En het is vandaag donderdag. Ik kom net uit school en ik ben nu samen met mama en met Suzanne onderweg naar mijn nieuwe paard. En het moet nog steeds even geheim blijven hoe ze nou heet.
We zijn dus bijna over 5 minuutjes. Maar voordat we er zijn wil ik nog even iets heel leuks aan jullie laten zien. Namelijk dit paspoorthoesje. En ik hou mijn hand er even voor, omdat haar naam er dus al op staat. Maar wat wel heel erg tof is, ik mag hier ook eentje van weggeven. En dat doen we dus als Ruby Design dus 250 volgers heeft op Instagram. Het is dus een paspoorthoes. En daar kan je dus naam van je paard op laten zetten. En dan heb ik met een dressuurpaard erop. Maar als je springt, kan je natuurlijk ook een springpaard erop laten zetten. Dus dat is echt superleuk. Dus als jullie mee willen doen met de winactie, ga dan snel naar Instagram toe. Ga haar volgen. Ik zet de naam hier even in beeld. En dan kiezen wij dus een winnaar uit. We staan dus nu voor het hek. We gaan nu even appen dat we er zijn. En dan ga ik jullie zo meteen voorstellen aan mijn allereerste paard. Ik sta nu in de stal bij mijn nieuwe Amis. Kijk eens, mag ik jullie voorstellen aan Olif Danka T. Kijk eens wat een knapperd. Oh, ik ben er zo blij mee. Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven. Maar kijk, dit is er dan. Het is dus een 2,5-jarige Mary, dus ze is echt nog super jong. Dat had ik natuurlijk wel verteld dat ze nog zo jong was, dus daarom moet ze ook nog even de opfok in. En dan vanaf mei wordt ze dus 3 jaar en dan moet ze nog even in de opfok blijven. Waarschijnlijk staat ze dan wel weer bij ons op stal, maar nu hebben we gewoon geen plek voor stallen. Maar waarschijnlijk worden bij ons op stal een paar stallen bijgebouwd en dan kan ze gewoon lekker naar huis komen. Maar ik vind het dus super belangrijk dat ze nu eerst gewoon goed kan groeien en goed kan ontwikkelen met gewoon andere paarden erbij. Dat is toch eigenlijk wel de natuurlijke manier. Gewoon met z'n allen lekker in een land staan en natuurlijk als het slecht weer is lekker binnen. Ja, dat vind ik gewoon het fijnst voor haar. Dus ik ben echt super blij. Nou, een 2,5-jarige Mary dus. Ze is nu 1,60, maar omdat ze nog zo jong is, gaat ze natuurlijk ook nog wel wat groeien. Ze denken dat ze ongeveer 1,65 wordt. En de vader is dus Dreamboy. Nou, die kennen denk ik de meeste van jullie wel. Dat is het paard van Hans-Peter Minderhout. En die heeft ook, wat is het, 1 of 2 maanden terug op de Olympische Spelen gelopen. Dus ja, ze komt echt uit een super goede afstamming. En ik zal nu even een paar filmpjes plaatsen die we dus van haar hebben. Er rijdt natuurlijk nog niemand op, maar het is gewoon los in de bak en een logeerfilmpje. Maar oh, ik ben er zo blij mee. Het is echt een hele lieve, lief paard ben jij, hè? Ja. En we zaten nog even over na te denken hoe we jou nou gaan noemen. Want het is natuurlijk een Mary en ze heet dus Olif Danka T. En als we wedstrijden gaan rijden, dan komt er ook J en H voor. Want als je dus wedstrijden gaat rijden en je dus een startkaart gaat aanvragen, dan kan je dus zelf een sportnaam bedenken. Dus daar hebben we al een beetje over nagedacht. En waarschijnlijk gaat ze dan Jena Olive Dreamgirl T heten. Omdat ze natuurlijk van Dreamboy is. En dat vonden we wel een hele leuke naam. Dus het paspoortnaam verandert niet, maar alleen de sportnaam. Dus dat willen we dan waarschijnlijk doen. En een beetje als bijnaam willen we Liv of Ollie noemen. Maar Ollie vinden we wel heel leuk. Dat had mijn vader bedacht. Maar het is natuurlijk een meisje, dus Liv past daar meer bij. Maar dat zien we allemaal wel. Dat maakt voor nu niet uit. Maar oh, ik ben er zo blij mee. Kijk ook even hoe knap ze is. Wacht, ik zal even de camera draaien. Kijk, daar is ze dan. Knapperd. En ze heeft echt een super mooi hoofd. En de rest is ook echt zo mooi. Ze is dus helemaal zwart. En heeft ze bij de voorhoefje heeft ze dit wit. En dan dat bij de achterhoefje. En ze heeft ook een klein blesje. Kom eens, laat het eens zien. Wacht, ik ga even uit de stal. Kunnen jullie het beter zien? Kijk, dit heeft ze dan op haar hoofd. Met zo'n klein blesje. Echt super schattig. Nou, voor de rest is het dus helemaal zwart. Is een keer wat anders dan schimmels. Nee, maar ik ben echt super blij mee. Ik ga nu even de stal goed dicht doen. En dan gaan wij even naar binnen even lekker wat drinken. En dan gaat ons avontuur echt beginnen. Ik bedacht me ineens, ik moet nog even wat anders leuks aan jullie vertellen. Omdat ze nu natuurlijk nog zo jong is, moet ze dus nog even in de opfok. En dan als ze 3 is, wordt ze natuurlijk beleerd. En dan als ze 4 is, mag je wedstrijden gaan rijden. En dan mogen we natuurlijk in het L1 beginnen. Maar met zo'n jong paard kan je dus ook heel veel van die leuke jonge paardencompetities rijden. Je kan ook meedoen aan de WK-selecties. Allemaal dat soort toffe dingen. Dus dat willen we ook gaan doen. Dat worden ook echt hele gave wedstrijden. Dus ja, ik heb er helemaal zin in. Het is natuurlijk nog even wachten. Maar ja, weet je, een jaar is ook zo voorbij. Want als een paard 3 is, mag je ook meedoen aan die IBOF-wedstrijden. Volgens mij heet het zo. Dus het gaat helemaal goed komen. Ik moet nog even afwachten. Maar waarschijnlijk volgend jaar van de zomer, eind van het jaar, mogen we beginnen. Dus dat is echt super leuk. Vier.
Nou, de knappe meid staat op de wagen. We zijn gelijk weggegaan, want zo'n jong paardje heeft natuurlijk geen geduld. En die snapt het allemaal niet zo goed. Dus we gaan nu naar de opfok. Inmiddels zijn we nu 1,5 uur onderweg. En de eerste 5 minuten dachten we, nou, dit wordt een lange reis voor Liv. Maar ze staat eigenlijk, super braaf. Af en toe laat ze even wat van zich horen, maar ze doet eigenlijk heel goed. In het begin was ze ook geen hooi aan het eten, maar dat is ze nu wel aan het doen. En dat doet ze de hele tijd. Even hierheen kijken. Nou, ik maak het raampje maar niet open. Misschien vindt ze dat een beetje spannend. Maar we moeten nog een half uurtje en dan zijn we er. Na 2 uur zijn we eindelijk aangekomen. En de paardjes staan dus nu aan de andere kant. Want toen we er dinsdag waren, stonden ze daar. Maar nu staan ze daar. Maar we moeten even wachten tot iemand er aankomt. Dus mama die blijft even een beetje rijden. Want anders gaat ze waarschijnlijk een beetje irritant doen. Dat snap ik ook wel, want ze is ook zat. En opa is er ook. Ja, die is er ook. Hallo. Ja. Opa is er ook gezellig en oma ook natuurlijk. Maar oma die komt niet dichtbij, want die houdt niet van paarden. Maar wel gezellig dat u er bent, oma. Heeft u er zin in? Ik vind het best stoer om te kijken. Liv gaat kijken. Die denkt, help! Oh. Ga er maar uit, zus. Dat is een draadje. Niet de sloot in. Oh, er zit ook draad. Dat is draad. Oh, ik ben hier echt niet volgemaakt. Gelijk alweer ontvreemd. Oh, deze is wel heel snel. Oh, ik hou hier echt niet van. Ah, dat komt goed. Ja, kijk, nu is ze erbij. Ja. Goed zo. Nou is het even klammen waarschijnlijk. Nou, en zo staat Liv in de kudde. De tijd is aangebroken dat we lekker naar huis gaan. En dat we Liffy hier achterlaten. Oh, zo jammer. Maar het is al toevallig. Hey, Messi. Oh, ze is zo knap. Liffy. Zondag heb ik wedstrijd met Popeye. Hier heel dichtbij. Dus zondag kijken we ook alweer. Dus het is 2 dagjes alleen. En dan ben ik er alweer. Ah, dat gaat helemaal goed komen. Dat weet ik zeker. Dus hopelijk vonden jullie deze video echt super leuk. Als jullie nou nog een vraag hebben over mijn nieuwe topper, stel hem dan zeker hieronder in de reacties. Jullie mogen natuurlijk alles vragen. Mensen die vragen gaan stellen over waar ze in de opfok staat, daar ga ik allemaal niet op in, want dat hou ik gewoon even privé. Ik hoop dat jullie dat snappen natuurlijk. Maar als je nou nog een vraag hebt over Liv, stel hem dan zeker. En ja, ik ben gewoon echt super blij. Het was allemaal zo onverwachts. Maar dat maakt het juist extra leuk. En ik kan echt niet wachten totdat we er volgend jaar op mogen rijden. Maar ik ben echt super blij. Dus vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. En nu om te abonneren. Ik ga nu weer lekker naar huis. En dan zie ik jullie allemaal snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!